Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, toerismeautoriteiten en belanghebbenden moeten sector duurzaam ontwikkelen. Cursus basisschoolbegeleiders is markeerpunt in onderwijsvernieuwing. En Tareno-plan Kwamla Samutu moet deel nationaal beleid worden. President Chandrika Persat Santokhi heeft op maandag 6 november de Raad van Toezicht van de Suriname Toerisme Autoriteit, STA, geïnstalleerd. Na dit moment heeft er in Courtyard by Marriott een kennismaking plaatsgevonden tussen de Raad, de STA en belanghebbenden uit de toerismesector. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme heeft daarbij de nadruk gelegd op het samenwerken. Toerisme-directeur Rabin Buddha zegt dat partijen de sector duurzaam moeten ontwikkelen. U mag weten dat de sector sedert 1996 gestart is met het idee, de doelstelling om de sector te gaan reguleren. En na 1996 is er dus een stichting toen opgericht. En om heel kort te zijn, in 2002 is er weer en hebben ze dat weer opgepakt. En uiteindelijk, ja, vandaag 2023, november de 6e, is het zover dat die board de autoriteit geïnstalleerd kan worden, althans de Raad van Toezicht. En uiteindelijk is het zover, ook met dank, zeker aan de DNA, aan de vaste commissie, de commissie van rapporteurs, de initiatiefnemers, hebben we eigenlijk dit punt eigenlijk bereikt. Het is een heel mooie mijlpaal toen geweest in april bij de aanname van de wetten, waarbij we dus eigenlijk alleen, we hadden alle wet, iedereen hier voorgestemd, zowel oppositie als coalitie, en die ondersteuning vanuit beide kanten is ook voor ons een mooi leermoment geweest, maar ook een moment van hoe we het samen ook kunnen doen. Een wet tot stand brengen, een wet die niet voor dit moment alleen, maar in principe kijken we naar de toekomst. Wat heeft toerisme te bieden? En hoe kan toerisme verder ontwikkeld worden zodanig dat toerisme gaat bijdragen aan het bruto binnenlands product? Dus de Raad van Toezicht die vandaag geïnstalleerd is, zal dus moeten gaan werken aan de instelling van de autoriteit zelf, de uitvoerende taken die aan de orde gesteld zullen worden. Zij zullen dat traject verder gaan voorbereiden, zodat de operationalisatie van deze autoriteit ook binnenkort een feit mag zijn. We zijn zeker ook binnen de regering enorm ingenomen, omdat met deze stap de sector is al op gang gebracht, maar met deze stap kunnen wij verder gaan bundelen richting de regio internationaal om Suriname als een toeristische destinatie te gaan positioneren. Vandaag hebben wij de kennismaking met de Raad van Toezicht van de Suriname Toerisme Autoriteit. En de autoriteit is een feit. Het heeft bijkans 20 jaren geduurd voordat wij deze dag mogen meemaken. De raad hebben we in overleg met de staatsraad, de sector en de DNA hebben we gekozen voor sectoren. We hebben niet gekozen voor organisaties, want die bestaan vandaag en over 5 jaar bestaan ze niet meer. Dus we hebben 2 leden die worden afgevaardigd vanuit het ministerie belast met het toerismebeleid, in dit geval TCT. We hebben, en dat is de heer Stuart Orassi en mij persoon als directeur toerisme. En we hebben 1
Twee personen vanuit de private sector, een accommodatiehouder, dat is de voorzitter van de Charta, mevrouw Sylvia Ang, en de tour operator, de heer Cyrano Zalman. Ja, het is een unieke partnership van de publieke en de particuliere sector om eigenlijk het toerismebeleid aan te sturen en te coördineren. Dat is onze taak. De verwachtingen van de president is dat er zo gauw mogelijk wordt geïmplementeerd wat op papier staat. Dat is allemaal dood. Het moet leven krijgen. En hij wil het zo gauw mogelijk, want de president wil actie zien. Dat is zijn boodschap geweest vandaag. Conform de wet moeten we terstond de organisatie inrichten. En van daaruit moeten we beginnen om eigenlijk samen te werken met de publieke sector en de private sector. Dus wat we moeten doen is eerst allemaal bij elkaar, neuzen één richting op en dan gaan we verder. Ja, het beleid wordt uitgestippeld door de directie, door de directeur en wij overzien. Wij coördineren dat geheel. Zo moet u dat zien. Wanneer ik vandaag hier sta, doet het me enorm goed om te zien dat private en public, dat wanneer we de handen in elkaar slaan, dat we inderdaad resultaten kunnen en zullen hebben. Was niet een makkelijke job. Laten we vooruit kijken, want dat is wat ons heeft gedreven in deze samenstelling. Dat public nog private de meerderheid moest hebben binnen deze autoriteit. En dat er een balans moest zijn en vandaar dat ook een wetenschappelijk instituut in deze, de Anton de Kom Universiteit, via het IGSR, mevrouw Rosita Sobi heeft voorgedragen. Dat staat ook in de wet. Wanneer we vandaag hier staan met deze mooie mix, of in deze samenstelling, dat de private sector en public, we hebben inderdaad mogen teren of mogen uitwerken wat 26 jaar terug of langer zelf is bedacht en om uiteindelijk vandaag tot dit resultaat te komen. Maar een verhaal een moeilijk jaar. Een verhaal, nou een wij-verhaal. Wanneer we niet dat wij-verhaal verder gaan formuleren en inhoud gaan geven, zullen we altijd met onze ego's vooruitlopen. Ik eerst. En ik vraag daarom een daverend applaus voor jezelf, niet voor mij, omdat vandaag het wij-verhaal hier begint. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat leerkrachten toerusten om leerachterstanden bij leerlingen weg te werken. Daartoe is op dinsdag 7 november de cursus Basisschool Begeleiders Taal en Rekenen van start gegaan op het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Onderwijsminister Henry Ory sprak van een markeerpunt in het proces van onderwijsvernieuwing. Helima Poese, directeur Algemeen Vormend Onderwijs, stond de Communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Cursus is om kinderen op de basisschool te helpen met die leerachterstanden die zijn ontstaan door de jaren heen weg te werken. In rekenen, taal, lezen en schrijven. Dat is het doel ervan. Om dus eigenlijk tools aan te reiken aan kinderen, leerkrachten, om ze te helpen uit het probleem te komen. Wie doet allemaal mee aan deze? We hebben dus leerkrachten van de basisscholen geselecteerd om dan eigenlijk invulling te geven aan dit traject. Het zijn leerkrachten die eigenlijk boven de formatie waren op de scholen, om dus dan niet ingeroosterd te zijn. Dan hebben ze niet een klas waar ze normaal les moeten geven, maar zijn gewoon de leerkrachten die eigenlijk als de extra leerkrachten op de school zijn. En zij gaan dus dan wat tools krijgen en de leerlingen helpen daarbij.
Absoluut, er is een gedegen voorbereiding eraan gegaan. We hebben dus eerst moeten selecteren welke scholen gaan we in het traject meenemen als er zijn pilot traject. Daarbij moesten we rekening houden met de leerkrachten die boven de formatie zitten, dus de extra leerkrachten. We moesten kijken naar, hebben de leerkrachten dus eigenlijk, heeft de school de ruimte om nog even terug te trekken met de kinderen buiten de klas om, dat ze nog misschien onder de tent kunnen zitten of bij de kantineruimte of ergens of een vrij lokaal hebben om te kunnen zitten. Al dat soort factoren hebben meegespeeld in de voorbereiding. Daarnaast moesten we gaan kijken welke tools geef je ze mee. Want er zijn problemen die divers zijn. Elke kind is ander, elk probleem is weer anders. Daarbij hebben we de deskundigheid van het IOL ingeroepen. Het IOL heeft de deskundige pedagogen en economieopleiding en noem maar op. Allemaal de deskundigen binnen het instituut hebben ons dan bijgedragen om dan een programma om te ontwikkelen, een curriculum te schrijven, om waaruit die tools moeten rollen, om de leerkrachten dat mee te kunnen geven om de problemen op te lossen. We zijn Surinamers, hebben we genoeg deskundigheid in huis op dit moment. Natuurlijk sluiten we ons buitenland niet uit, deskundige externe. Als wij merken gaandeweg dat er deskundigheid van buiten nodig is, gaan we een beroep doen op onze deskundigen. Ze hadden dus, enige is dat ze dus een leerkracht zijn voor basisonderwijs, zijn afgestudeerden, zijn gediplomeerde leerkrachten voor het basisonderwijs. Ze hebben kennis van het onderwijsveld, 2 jaar hebben gewerkt in het onderwijsveld om daar invulling aan te kunnen geven. Dan ken je het onderwijsveld een beetje, want vaak genoeg als je bent afgestudeerd, heb je misschien de ervaring niet. Hebben we dan gelet op 2 jaar werkervaring. Kan zijn dat je in de onderbouw of in de bovenbouw hebt gewerkt, maar dat is dus eigenlijk wat we hebben meegenomen in het traject. We hebben tussentijdse evaluaties, we hebben een eindevaluatie, er worden assessments afgenomen, dus testen. Er wordt geobserveerd op het veld, er is een competentiematrix dat ingevuld wordt. De cursisten gaan zelf een logboek op nahouden. Er worden individuele gesprekken gevoerd en dat alles zal bijdragen aan de ontwikkeling en kijken naar de beoordeling, per slot van rekening. Onze binnenlandse kinderen vergeten we niet. En in het binnenland is het onderwijssysteem toch wel een beetje anders. Er zijn heel vaak omstandigheden die ertoe leiden dat de scholen dicht zijn. Bijvoorbeeld nu. Die kinderen zijn weer ontstoken van onderwijs, want er is geen water in het binnenland, dus de leerkrachten reizen af. Met als gevolg, leerachterstanden worden daar groter. Het traject dat we hebben uitgezet voor de stad, laat maar zeggen de stad, de overige districten, is anders dan voor het binnenland, omdat die leerachterstanden daar anders zijn. En we gaan dus daarom voor het binnenland een apart trajectje uitzetten. En dat begint volgend jaar al. In januari willen we het binnenland aandoen. Maar dan kunnen we dan alvast kijken naar hoe groot zijn die leerachterstanden, hoe specifiek is de leerachterstand, om dan te gaan kijken waar spelen we in, welke tools hebben die leerkrachten nodig, die kinderen nodig, om eruit te komen. De TRIO gemeenschap heeft het Tareno plan, lifeplan van de TRIO, ter ontwikkeling van Kwamela Samutu in elkaar gezet. Het document is dinsdag door Gramang Jimmy Turumang aan president Chandrika Persat Santokhi aangeboden. Het staatshoofd zegt dat er extra geïnvesteerd dient te worden in Kwamela Samutu. Partijen zijn het met elkaar eens dat het plan deel van het nationaal beleid moet worden. U hoort Minu Parahu, directeur van het Amazon Conservation Team Suriname. Is zelf gegeven aan het ministerie van Onderwijs. Hopelijk dat ik kan starten komend schooljaar met meertalig onderwijs. Meertalig onderwijs in alle dorpen, Nederlands en daarnaast jouw eigen taal. En dan ga je een ander beeld krijgen van de schoolresultaten. Het mag niet zo zijn dat heel wat intelligente kinderen afgerekend worden op de Nederlandse taal. En dat die kinderen ook de kans moeten krijgen om door te stromen naar alle scholen en hogescholen in hun eigen taal. En down the road zal er een samenvoeging zijn waar het onderwijsproces voortgezet kan worden in het Nederlands. Maar je moet hun de kansen geven. En deze dingen zijn al ontwikkeld in grote landen.
Gaat u maar naar in België. Hoe meertalig onderwijs bijdraagt tot integratie en nation building naar alle groepen. We moeten goede dingen doen. En dat gaat de natie Suriname verder versterken. Tweede opdracht wat de minister gaat, is cultuuronderwijs. We praten over die Ibrahim Tidjani. We praten over, gelukkig is het nog zo, dat er daar een moskee staat naast een synagoge. Laat het zo blijven. Maar laat ook weten wat er daar binnen gebeurt. En daarvoor moet dat cultuuronderwijs komen, iets op de basisscholen. Dat men weet van elkaars cultuur. Aangezien de Gramang heel erg voor dit plan was, hij wou een werkinstrument hebben voor zijn mensen, was het heel prettig samenwerken, want er was 100% ownership. Hè? Dus de Gramang was ook bij iedere sessie in alle andere dorpen was hij aanwezig om de mensen te stimuleren, om ze te vertellen dat dit de manier was waarop ze ervoor kunnen zorgen dat er vanuit de overheid dat er geld op de begroting kan komen, zodat hun plannen ook uitgevoerd kunnen worden. Dus het was, ik heb eigenlijk zelden met zo'n gemotiveerde groep gewerkt, omdat de leiding gemotiveerd was. Nou, dan wordt gekeken naar eigenlijk hoe je ze kan faciliteren om daar te komen waar ze willen zijn. Want ze hebben de ideeën, ze hebben de plannen, ze hebben van oudsher plannen gehad. Maar de manier om te komen, om daar te komen, dat er rekening met ze wordt gehouden, dat ze meegenomen worden in die overheidsmolen, dat wisten ze niet. Dus daarbij hebben wij ondersteund. Vandaag hebben we dus formeel aangeboden aan, je kunt zeggen, de regering van Suriname. Het eerste geïntegreerd eigen plan van Kwamela Samudu. Dat heeft dus de Gramang vandaag overhandigd aan de ministers en zeker wel de president die hier aanwezig was. Hoe is dit plan tot stand gekomen? Een jaar lang werksessies in het binnenland. Voor Kwamela Samudu was het dus uitsluitend in het binnenland, waarbij consultants, ons team en de interinstitutionele werkgroep afreisden om over de onderwerpen te praten die belangrijk waren voor de gemeenschappen. Onderwerpen waarover ze meer wilden weten. Dus dat heeft ongeveer een jaar geduurd, dat proces. Het was erg enerverend, omdat we 10 dorpen bij elkaar moesten hebben in het proces. Dus wat er gebeurde is dat we 9 dorpen invlogen naar Kwamela en daar is dus het proces verder ontwikkeld. Het document was al reeds denk binnen 8 maanden af, maar vervolgens moesten we dus de vormgeving, de mensen hebben feedback gegeven hoe ze wilden hebben dat hun plan eruit moest zien en dat heeft toch wel een poos geduurd. Dat we nu pas dit boek kunnen aanbieden. Kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.